Want het blijft nou droog, zo te zien op de een. Nee, hier krijgen we er weer een. Dat geeft de andere niet eens niet aan. Die piek hier ook, dat geeft de ander weer niet aan, hè? Nee, we hebben net een piekje gehad. En voor de rest niks. Dus ja, hoe? Wat? Welk heeft er nog gelijk, denk je dan? Want daaronder heb ik een... het is geen legging en toch ook weer wel, maar er zitten voeten aan. Het is een panty, maar met vullingen erin, van die donvulling. Een thermopanty, laat maar zeggen. Heerlijk, lekker warm. Ja, behalve in de voeten, daar zit het niet in. En omdat ik laarzen aan heb, moet ik er toch ook weer sokken erbij overheen, want anders sop ik in mijn laarzen. Want ik heb altijd een maatje extra. Ja, lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, eentje staat er lekker naast me. En dat is onze Elwing. Ja. Hé. En de andere die ligt in de mand een beetje gek te doen en een neusje schoon te maken, etc. Moet ook allemaal kunnen. We gaan ze zo weer lekker eventjes eruit. Het is vandaag zondag, ook dat nog, de 15e van de 10e 2023 en we leven alweer reeds om 15:55 dat ik jullie er pas bij pak. Maar het kon ook niet eerder, want dat wil je met iemand die de hele week, de godganse week al loopt te boren, te schuren, weet ik veel wat. En dan eerst stofzuigen, dan pas weer schuren, dan weer stofzuigen. Dat zie ik even niet zitten. Ga eerst schuren, dan pas stofzuigen. Ik weet niet, dat is toch dubbel werk? Eerst stofzuigen, dan schuren, dan weer stofzuigen. Dat is bij mij dubbel werk, qua stofzuigen dan. Ik denk, nou ja, het zal me een worst wezen. Maar ik word daar niet vrolijk van en er ook niet blij om dat hij dat de hele week al doet. Hij had net zo'n huis als dit. Hij had een prachtige vloer erin leggen. Hij is alleen. Hij heeft mooi spul er staan, modern, niet echt mijn stijl, maar ja, dat is ieder voor zich. Maar ik weet het niet hoor. Het lijkt wel of hij dat hele huis aan het verbouwen is geweest of zo. Ik weet het echt niet. En of die klaar is, weet ik ook niet. Maar ik word er wel, boos om, chagrijnig erom. Dag in, dag uit loop ik door die herrie met hoofdpijn rond. En je wordt gewoon niet vrolijk van. Maar ja, ik ga nou zo eventjes naar het kleine kamertje toe om te kijken of ik nog een meisje ben. En dat zal haast wel. En dan ga ik met mijn meisjes weer even lopen. Ja, lekker eventjes de buitenlucht in. Het is droog. Het heeft de hele ochtend lopen te spoelen. De meisjes wouden vanochtend niet eens de tuin in. Dus dan zijn ze er net in geweest. Ik moet ook de tuin nodig opruimen. Maar ja, dat waait als een raket. Het is koud, je wilt niet weten. Het is een graadje meer volgens die daar. En die daar. Het is 11 graden. Mooi. Nou ja, dat is ook al koud voor mij hoor. Ja. Ik heb de kachel al even aangedaan, dat het even wat behagelijker wordt. Want het is hier in de kamer ook koud. Daarom heb ik mijn vest ook aan. En ja, dan gaan we er gewoon zo even vandoor weer de kou in. En dan is het straks lekker warm. Dan kan die weer uit. Enkel de toon op mijn mobiel, die doet het nou niet. En ik weet mijn gegevens niet meer. Dus ja, daar heb ik hulp nodig. Ik weet het echt niet meer. Ik ga helemaal de mist erin.
En dus, maar ja, komt wel goed allemaal. Ik zou zeggen, we houden gewoon vol goede moed. En als jullie dat nou ook doen, komt dat allemaal ook wel helemaal goed, helemaal top. En ik krijg daar wel even hulp voor, want ook staat hier in mijn wachtwoordenkluis staat er niks meer over tonen. Dat stond er voorheen wel. Ik weet het niet. Maar oké, het komt wel goed. En ja, lopen ze te gluren bij mij naar binnen, oproepende. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet ze. En doe leuke dingen met elkaar. Gewoon lief zijn. En we horen elkaar straks alweer. Ja toch? Ik zou zeggen, tot dan. Zo lieve vrienden, nou de vlog die ik gisteren zou moeten maken, heb ik nou dus gemaakt. Omdat ik gisteren het gewoon daar niet meer voor had. Te moe. Maar ja, wat wil je, ik heb gisteren ook gelopen. En dan door die wind heen. Maar in ieder geval, hij is nou bezig naar YouTube te gaan. En dan moet ik er straks nog eentje maken. Maar tussendoor ben ik ook nog met een plaatje bezig. Voor mijn lieftallige schoonzoon Roderick. En ja, dan moet ik toch af en toe vragen, is zo goed? Nee, die moet daar nog een stukje af, moet daar nog een stukje af. Oké, dus dan doe je dat. Maar zelf vind ik het niet mooi. Maar ja, ieder zijn hè. Maar het staat allemaal nog in los. Hoe zeg je dat? In losse delen, laat ik het maar zo benoemen. Losse onderdelen staat het bij elkaar. En daar maak ik dan een foto wel van. Van dan komt het zo. Maar ja, ik zelf vind het niet mooi. Maar ja, wie ben ik? Hij wil het hebben en hij moet daar een fiat voor geven. En ja. We wachten het af totdat hij zijn fiat geeft, ja of nee, ja. Yeah. En dan kunnen we straks nog een vlog in elkaar zetten. En ik moet nog eten. En de meisjes moeten straks nog weer naar buiten. Maar het regent iedere keer, daar word je gewoon echt niet vrolijk van. Nee. Echt niet. Ja, nou heeft hij net een klein buitje gehad. Dus ik denk dat ik zo meteen eerst even ga lopen. Want het blijft nou droog, zo te zien op de een. Nee, hier ook krijgen we er weer een. Dat geeft de andere niet eens niet aan. Die piek hier ook, dat geeft de ander weer niet aan, hè. Nee, daarnet een piekje gehad. En voor de rest niks. Dus ja, hoe? Wat? Welke heeft er nog gelijk, denk je dan? Ik weet het even niet. Nee. Hé? Ja, kind. Oeh, goedje, kie. Ja, en anders gaat vrouwtje eerst eten. Jullie hebben de tuin ook nog. En die moet ik ook nog steeds opruimen, ja. Maar ja, als het zo nat is, dan helpt het niks. Nee. Nee, dan helpt het niet zoveel. Nee, want dan kan ik het niet oprapen. Dan is alles een blomberpudding. Ja. God, het moet niet worden. Nee. Maar oké, ja, komt vanzelf wel goed, zou ik zo zeggen. En ik hou gewoon vol goede moed. Ik gooi dan gewoon even eerst een patatje erin en dan komt alles. Ja, dan ga ik, ja, patatje ga ik eten, lekker. Is weer een standaard, dan brood ik het hele week brood zitten te eten, zowat. Nee, ik heb een rijst tussendoor gehad met bruine bonen, is ook zo. Ja, moet niet liegen. Mag niet jokken. Nee, mag niet. Mag niet. Mag niet, hè? Nee, want je mag niet jokken. Nee, mag niet, hè? Nee, gaan we ook niet doen. Eerlijk wezen, hè? Eerlijk zijn duurt het langst. En al is een leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel. Ja. Ja, alles komt goed. We houden gewoon vol goede moed. Hé meisje, ja. Mijn hoogje, ja, je bent lief. Oeh, kwam je nog weer bij me. Oh, we zijn ook zo lief, hè. Ja. Oeh, moet je eigen uittrekken, je trilt ervan. Oh, oepie tikkie tik, auw. Oh. Je bent een dikke boefie. Je bent een dikke boefie. Hou mijn neus. Ik ben een dikke boefie. Ik ben een dikke boefie. Hey.
Hé? Ja. Ja, ik ben lief. Oh, het is zo'n lekker ding, hè. Och, het is ook zo'n lekker ding, hè, mevrouwtje. Ja. Nou, ho. En dus, maar oké, okay. Ja, dat is onze Rijka weer, hè. Ja, dat is echt, ja. Ik ben op allebei even gek. Ik trek geen van beiden voor. Maar toch is in mijn ogen Rijka eerder een hulphondje dan dat Elwing is. Terwijl het eigenlijk andersom behoort te zijn. Maar als wat met mij gebeurt, dan is Rijka het eerste bij mij. En die gaat me helemaal likken van kom op vrouwtje erbij blijven. Ja. En dan legt Elwing bij wijze van spreken op de rug poten omhoog te slapen. Ja, echt. Die heeft er niks door, hoor. Al een paar keer gebeurd. Maar ja, oké, lieve vrienden, ik ga lekker eten. Doen jullie dat ook als jullie ook net zo laat zijn als ik? Het zal niet zo weten. En dan komt alles goed. En ja, ik hou Buienrader even in de gaten. Dat ik wel een beetje droog... Ja, ja, hij heeft nou ook een piekje. Hij heeft nou ook een piekje. Ja. Dus wacht, ik ga gewoon eerst eten en dan als ze al naar buiten even willen, dan ken dat even de tuin in en daarna ga ik wel met ze lopen. Ja, en dan doe ik desnoods mijn regenpak aan, want ik heb een lange jurk aan en die kan ik omhoog doen, want dat is zo niet van de t-shirt of stof, nou die kan ik omhoog proppen. Want daaronder heb ik een, het is geen legging en toch ook weer wel, maar er zitten voeten aan, het is een panty. Maar met vullingen erin, van die donsvulling. Een thermopanty, laat me zeggen. Heerlijk, lekker warm. Ja, behalve in de voeten, daar zit het niet in. En omdat ik laarzen aan heb, moet ik er toch ook weer sokken erbij overheen. Want anders sop ik in mijn laarzen. Want ik heb altijd een maatje extra met laarzen. Dat ik toch warme voeten kan behouden met extra sokken erbij aan. Want normaal heb je een panty aan en een normale legging waar geen voeten aan zitten. En dan heb ik er de sokken bij aan, anders heb ik steenkoude voeten. Kan ik even goed nog krijgen hoor. Ja. En dus, maar in ieder geval. Komt allemaal gewoon wel weer goed. Ik zou zeggen, ik hou gewoon vol goede moed. Als jullie dat ook doen, dan doen we dat gewoon samen. En ja, samen komen we er altijd wel weer uit. We moeten het gewoon allemaal samen doen. Ja, daar komen we er zeker uit. Zekers. Maar oké, okay, ik zou zeggen geniet ze en tot later. Zo lieve vrienden, ja het is alweer 2:07 in de nacht. Dus ik zeg, we gaan lekker naar bedje toe. De meisjes zijn al uit geweest, dat heb ik... ja, het zou gaan regenen. Maar het regende niet, ja... 2-3 druppeltjes wat ik gevoeld heb, van die kleine, hele kleine druppeltjes. Meer niet. Ik denk, nou, als dat regen moet wezen, dan weet ik het niet. Maar dan eet ik mijn haar wel op, weet je. Maar ik heb verder niks gevoeld of wat dan ook. Het is droog gebleven. Enkel de net. Ja, ik zit nou op het raam in de keuken. Ik weet niet of jullie dat ook zo meteen kunnen zien. We gaan eens even naar de keuken toe. Zo. Ja, dat zien jullie wel. Ja, het heeft dus wel geregend, maar ja, toen waren we thuis. Ja, toen waren wij thuis. En nou gaan we lekkertjes naar ons bedje toe. Naar Veren Lakenstraat nummertje Kussensloop, zeggen we dan. Daar ligt er eentje lekker te slapen. En daar ligt er eentje lekker te slapen. Dus ja, hoogste tijd om naar boven toe te gaan. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, God die houdt gewoon over ons allemaal nog steeds te wachten. En dat blijft hij doen ook. Dus ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!